zoals mannen en natuurlijk vrouwen. Vandaag is het een iets andere aflevering dan normaal, maar we gaan vandaag eigenlijk dieren laten showen die ik heb gevangen. En we gaan er wat meer over vertellen en alles. Het is iets anders dan Wouter in het wild. Ik weet niet echt hoe ik het noem, maar dat zie je wel onder. Vandaag gaan we het hebben over dit kleine beestje. De geelgerande waterkever. Maar je denkt, het is helemaal geen kever. Het ziet er niet zo uit. Maar dat klopt ook. Het is een larve van een geelgerande waterkever. En hij bijt heel erg vaak. Het doet best wel veel pijn. Maar ik wil hem jullie echt heel even laten zien. En er komt er nu wat informatie over. De geelgerande watertor, ook wel de Dytiscus marginalis genoemd, is een van de grootste waterkevers van België en Nederland. En kan wel een lichaamslengte van 3,5 centimeter hebben. En wat is die gaaf, hè? Wauw, is echt super. Alleen, ik wil hem straks even laten bijten, zodat je goed kan zien hoe hij die klauwen ook in zijn prooi kan zetten. Ook als een larve is hij al namelijk heel erg sterk. Hij bijt! Ontzettend pijnlijk! Oh! Kijk, gif! Dat is gif! Rotbeest! Ai! Ik ga... Kijk eens hoe die... zich afzet. Oh, en daar heb ik nu ontzettend... Oh, jongen! Ik leg hem hier snel weer terug. Oh! Oh, dat doet ontzettend veel pijn. Oh, lijkt net een speld die door je vinger wordt heen gedrukt. En dan doe je dat gif er nog bij. Wat ook was pis. Bleh. Niet fijn om hier door gebeten te worden. Blijf er dus uit de buurt als je geen pijn wil hebben. Kijk, ik bloed zelfs. Hij heeft een wondje gemaakt. Wauw, hoe hard hij kan bijten. Hè? Hij kan dus al door de mensenhuid doorbijten. Ja, vandaag was het eens even een andere aflevering, maar het was eigenlijk een wat serieuze Wouter in het wild. Het was meer met, ja, in Wouter in het wild doe ik meer dieren vangen en hoe je ze kan vangen en ze even laten zien. Maar hier vertel ik er ook wat over. Als je dit leuk vond, dus moet je dat natuurlijk ook even in de reacties zeggen. Doe een like en misschien bij de volgende keer... als ik wat bekender word, kan ik misschien de wesp gaan behandelen. En of hij me dan ook gaat steken, dat zien we dan wel. Oh ja, en nog één vraagje, want we weten nog niet helemaal hoe we de serie gaan noemen. Ja, Wouter in het wild blijft natuurlijk wel, maar we gaan hier ook wat mee, filmen. En we moeten alleen nog even een goede, bijpassende naam hebben. Misschien kunnen jullie die dan in de comments zetten. En dan zie ik jullie... later.